Ja, ja, Superfly. Nee, dat was nog zoiets. Er was, dan hadden we Technoville en dan werd iedereen kende ondertussen Underworld en The Prodigy, maar ook wat techno en house was en dat soort van zaken. Maar wat voor mij ook een mankement was op Studio Brussel, was dat er iets te weinig funk en soul en zwarte muziek was. Dus dat was nog zo'n een missie van mij. Dus dacht ik van oké, ik ben nu producer, ik ga dat allemaal hier zelf lanceren. En dat was Superfly was dan het programma. Het heeft een paar jaar gelopen, ik heb het dan zelf samengesteld. En dat ging eigenlijk over zwarte muziek. Dat ging echt way back, van James Brown tot zelfs Moody Man zat daarin met zijn releases. Ik ben altijd liefhebber geweest, ook naast vele andere dingen, van zwarte muziek. Ik vind dat, dat is een geweldige goudmijn aan muziek. En kan je naast kijken. Ik heb dan ook, wanneer was het zo, Superfly, ik denk midden jaren 90, ook daar lands voor gebroken. Een aantal jaren hebben we dan zo'n programma gehad.